Wanneer je voorbij Kopenhamenpunt bent, je reed richting Coroni, dan merk je dat er langs de zijde van de openbare weg scherpzand wordt weggegraven. Wij hebben dat voorgelegd aan de districtscommissaris van Coroni, de heer Michael Winter. Hij is ervan op de hoogte, zegt hij. Die klachten zijn me ook ter orde gekomen. U weet het, ik heb een resortleider van Welgelegen. En Kopenhamen valt ook onder resort Welgelegen. Je hebt geen voortvoer om uit te rukken. Maar ik heb alle actoren die daar werken uitgenodigd voor volgende week. Om met die mannen te praten. Stoppen ga ik ze niet stoppen. Want mijn normaal zijn die man gaan voeren. Je hebt bepaalde die concessie hebben, die bepaalde die geen concessie hebben. Maar met die man kom ik ook met hoe zit Asani dat eigenlijk min op last vinden. Want deze man ondervindt de last ving. En dat ze eigenlijk op een heel, hoe moet ik het uitdrukken met één woord, dat die man kan gaan roken naar abbasin dat je in een vernietigde natuur, een vernietigde niks. Als je product is, kun je op zich op die zand of serie. Doe dat, maar laten we dat ding eigenlijk kogama alleen. Als je een controle wilt, is allemaal ego, attack machine, ego dikke, nee dat niet. Maar komend week gaan we met de heren aan tafel zitten, hier op kantoor met me. Groepjes, maandag heb ik al met een groep gesproken. En komend week praat ik met Dennis. Mag het zo langs de openbare weg? Gaat dat op den duur geen gevaar opleveren voor de weg zelf? Want we hebben in het verleden toch gekend dat die weg verzakkingen had. Als dit zo doorgaat, loopt het risico niet op dat dat weer gaat gebeuren? Het mag niet langs de openbare weg. En daarom gaan we met de heren praten. Ik ga met de soort leden naar Kopenhamen sturen komend week. Maar als ik u mag zeggen, ik ga geen namen noemen. Maar er is wel een concessionaris die nog geen 20 meter afstand van de openbare weg een vergunning heeft gekregen. Van GMD, niet van de DC, van GMD. Dus, en als je naar GMD belt, van hoe kan het? Zegt men van, maar ik ben vergunningen. Begrijpt u? Dus we gaan naar alle plaatsen gaan komend week. Ik ga persoonlijk ook naar het gebied, samen met de soort leden, met een team, om bepaalde dingen in kaart te brengen en te kijken wie mag en wie niet mag, maar wildwest situatie moet het niet worden. Ja. Dus het is eigenlijk afwachten geblazen nadat u die meetings hebt gehad, want ja, wat er uit de bus gaat. Ik ga eerst met de verschillende actoren, verschillende mensen praten en temitak na dat ding, dan weet ik 100% zeker dat nadien. We gaan duidelijke afspraken maken en nadien zorg ik ervoor dat mijn resortleider wekelijks in het gebied is. Om dat voor me te controleren. De heer Winter gaf ook aan dat hij wel tevreden is over het onderhoud van Coroni. Het zijn verschillende actoren die een goede samenwerking hebben, geeft hij aan. Het onderhoud van Coroni, naar mijn inzien, is het prima. Hoofdweg Oost-Westverbinding, JSP Krachtweg, ligt bij een aannemer. Het wordt gecoördineerd door Openbaar Groen. En nu is de aannemer weer bezig te maaien. Maar ik heb 2-3 dagen geleden met de aannemer hier op kantoor gesproken. Dat is meneer Koloff. En hij wist me te vertellen van DC, als hij nou een contract met hem tekent en hij moet tekenen in BAP, dan heeft hij de relatie met mij in. Zeg maar 5-7 maanden, dan zo dat mijn maaien. Dus nu is alles weer getekend. Dus hij is, als ik het goed heb, gisteren of eergisteren begonnen. Dus onderhoud is oké. Okay. We hebben nu een team samengesteld onder leiding van de Rich van OGA. Daar heb je de maaiers van OWI, de maaiers van Openbaar Groen, de maaiers van Aero. Ze doen het gezamenlijk om te proberen om Coroni een beetje schoon te houden. Ja. Daar tegenover heb ik ook een project ingediend bij kabinet-president en is goedgekeurd. Een vuilnistonnenproject. Dat met die gedachte liep ik van, kom ik ook in Coroni. En als je een ton hebt, dan moet je de schuld niet bij de DC zoeken. Je moet de schuld niet bij zeg maar, de hoofd van OW zoeken, maar je moet de schuld aan jezelf zoeken. Want er zijn genoeg tonnen voor potadoti, maar toch heb je kwaadwilligers en je pot asaka litse ton. Begrijpt u? Dus daaraan werken we ook. Laatst hadden we ook een meeting hier met mevrouw Wachter, Jozefzoon. En
Er kwam ook een delegatie van Nikeri en Coroni. We hebben hier vergaderd en dat was woensdag 23 augustus. En die zaken zijn ook aangehaald van, hey, laten we proberen om tenminste jouw district tot het schoonste district van Suriname te maken. En als alle deze zo gaan denken, dan bedenken dat Coroni ook er helemaal. En dat Coroni wat het aan ook kring. Aldus districtscommissaris Michael Winter van Coroni in gesprek met Sunweb TV. Gil, ik stond voor de camera en Christian Ramadan daarachter.